Hoi, goed dat je weer kijkt. Drie keer raden waar tijd voor is. Nou, we gaan met de kinderkamer aan de slag. En dit wordt het. Wij sliepen eerst hier, maar we zijn... Beneden wordt echt gewerkt. We sliepen hier, maar we zijn intussen al verhuisd naar de kamer er tegenover aan de voorkant. En dit wordt nu de kinderkamer. Bam. Nou, het is nog een lekker zootje zoals jullie zien, want ik ben spullen aan het verzamelen. Kledingkastje, Nijntje uiteraard, kinderstoel staat klaar met aap erin, poster, ledikant. Zo, even die hele wakende mannen weg hoor. Maar ik heb een projectje vandaag. Want dit is zoals jullie zien nog lang niet af. Maar dat moet op een gegeven moment wel gebeuren. Want begin juli is het zover. Als het goed is. Maar mijn verlof begint nu. Dus ik heb nu eindelijk tijd om gewoon wel dingen met de kinderkamer te doen. Een soort van. Naast alle andere klussen die nog moeten gebeuren. En de bedoeling is dat we er een junglekamer van gaan maken. Dus we gaan op de muur. Willen we een soort bookshelf houten planken gaan maken. Die ook echt uit de muur komen. Dat ga ik jullie nog een keer later uitleggen. En we hebben net dus tweedehands een hele bulk aan jungle knuffels gekocht. En daar ga ik nu mee stoeien. En ze uitpakken. Oh, en decoratie. We hebben groenslingers. Neppertjes uiteraard. Die ga ik om de touwen maken. Er zitten ook lampjes bij, maar dat hoeft niet, want het is een lamp in principe. Touw. Ja, en de knuffels, hè, natuurlijk. Het zijn er echt superveel. Moment, ik ga ze even pakken. Slang. Schildpad. Die is voor op de bookshelf. Wasbeer. Apie. Mini beertje met... magneethandjes. Leeuw. Nog een tijger. Leeuw. Die is op de kast, want die is groot. Mini beer, die mag op de plank. En de luiaard. Nou, de knuffels liggen er klaar voor. Even de streeklampen uitpakken, dat is die. Touwpendel, scheepstouw, 1,5 meter. Knoopbaar, inclusief fitting en plafondgap. Oh, dit is top. Oeh. Ik kan er ook een knoop in leggen, dat is best wel leuk. Zo. Ik ga eerst even kijken... hoe ik het met het groen ga doen. Oh ja, schaar ook niet onmakkelijk. Onhandig. Oh, opstaan jongens, met die buik. Oh. Zo, zijn we weer met schaar. Ik ga eerst denk ik het groen doen, want dat is het makkelijkst. Dit zijn slingers van 2 meter. Met dus, nou ja, dat is mooi, het zit dus al los. Eerste blaadje is al kwijt. Even kijken hoor, hoe ik dit kan ontfutselen. Vrummel de vrummel. Oh god. Dit is gedoemd om helemaal in de knoop te raken. Geduld, Chantal, geduld. Why? Ik heb echt kerstlichtjes gevoel, nu al. Kerstlichtjes raken ook altijd in de knoop. Ook al vouw je ze netjes op of rondom een kartonnetje of whatever verzinnend. Tuurlijk, je hebt daar allemaal gadgets voor, maar oké, het is gelukt. Mooi. Ja, dit is leuk jongens. Ik ga hem gewoon rondom de touw wikkelen. En dan kijken of ik hem makkelijk vast kan zetten. Nou, dit is wel helemaal leuk. Gewoon een beetje random gedaan. Onderin zit iets meer dan bovenin.
Dat vul ik alweer op met knuffeltjes. Ik heb er dus gewoon omheen gewikkeld. Eigenlijk zoals het touw ook gewikkeld zit. En dat blijft prima zitten. Kijk maar, het gaat er een beetje tussen. Niet strak als ik hem inderdaad bij het lampensnoer uit. Helemaal leuk zo. Oké, we kunnen gaan stoeien met knuffels. We hebben dus de leeuw in de aanbieding. Apie. Schattig apie. Deze, kijk, die past er dus precies op. Althans, precies omheen past die. Schattig. Even kijken hoor, want we hebben een paar groters. De luiaard is groot. Die moet dan daar. En de wasbeer die zit met zijn handjes al vast. Dus die kon ik zo. Kan die er omheen. Oh kijk, dit kan precies. Voorzichtig. Hij moet wel vastgezet worden, anders blijft het niet zitten. En dan kan het haakje of de wasbeer dan wat lager doen. Nee, doe die wat hoger en dan kan de aap, de wasbeer en de aap samen, de tijger ook misschien, weet ik nog even niet. Wat een keuzes jongens, ik zit helemaal in de keuzestress. Oh nee, die kleine kan daar en doe ik deze, de tijger nog hierbij, andersom toch. Ja, en dan gaat de aap kan gewoon hier zo. Hoe ga ik dit nou doen? Zo kan die dan. Een beetje zielig, hè? Wat een echte slingeraap voor dit. Ja. Mooi. Of kan het gewoon zo? Oh, dat kan ook. Nou, top. Stoeien maar! Ik hoef precies geroepen. Dan mag maar even test vasthangen. De budget kinderlampen. De budget kinderlamp met tweedehands knuffels. Superleuk. Schattig hè? Ja, ik vind het echt superleuk. Nou, kunnen we ophangen. Zeker. Heb je het gezien? Ga je voor gevaarlijk doen? Nee, niet zoveel. Eigenlijk hebben we allemaal zo'n jungle lamp. Met spinnen. Spinnen hebben. Heb je er bovenin al gekeken? Ik zit er ook spinnen aan. Zeker. Ja, wat heb je nou maar, heb je de stroom eraf? Nee. Je moet gewoon niet aan de schakelaar zitten. Oh. Dan hoop ik. Don't try this at home. Waarom moet je het anders doen? Nee, je moet eerst je stroom eraf halen. Er bijna af. En tussen de rug toegekeerd. Oh, hij is eraf. Even kijken hoor, dat het hetzelfde is. Dan moet dit er niet vanaf. Wat een stof na een jaar. Niet normaal. Wat? Een beetje een tijdens de verbouwing. Die willen we achter, toch? Met een luiaard. Jij bent de chef. Mij is het even groot. De chef. Ja, maar die bevestiging moet ook hetzelfde zijn. Lijkt er wel op. Klinkt goed. Pino? Nee. Oh nee. Daar gaan de dieren. Schattig zijn alleen niet super licht. Ik zie een luiaard en een tijger en een aap. Een hele grote. Dat ben ik. Ja. Dat ben jij. Polletje erop. Eerst even checken. Wie doet. Jee. Doet het.
tafel goed schoongemaakt nog. Ja. Volgende. Volgende lamp eraf. Kunnen deze weer als eetkamerlampen. Nou, het is zover. Project Jungle-lampen geslaagd. Ze hangen allebei. Schattig, hè? Met de knuffels. Tada! Superleuk. Niks meer aan doen, zou ik zeggen. Lekker naar kijken. En we hebben zelfs intussen nog een nieuwe aanwinst. Dankzij mijn lieve collega Marije. Ik heb deze van haar nog meegekregen. En die mag nog erbij aan de lampen. Dus die kan zo lekker met zijn armpjes zo. Kijk, Lilp. Het lukt niet met één hand. Da, ja, zo ja. En die andere ook. Oeps. En dan kan die zo met zijn armpjes nog om de lamp heen. Dan is toch in mijn verloftijd ook mijn collega's nog een beetje bij. Dus Marije, dankjewel. Super lief. Hij gaat in de kinderkamer komen te hangen. Maar jullie bedankt allemaal voor het kijken. Tot het volgende baby, keuken, woonkamer project. Joe. Zo, mag ik voor nu even hier. Oeps.